die nog niet hebben ingeschreven, graag zich nu naar de Engel begeven, want de inschrijving gaat sluiten. Dames en heren die meedoen, of die de inschrijving verzorgen, die willen ook graag meelopen. En aangezien wij zo over een kwartiertje gaan starten, ik zie dat sportief op. Ik ga ervan uit dat hier een paar prikkels staan die met de kinderkoppen gaan lopen. Is dat zo? Nicky? Jij gaat met de kinderkoppen op pad. Heb je dit geoefend, Nicky? Ja, joh. Niet geoefend. En dan ga je 10 kilometer met de kinderkop voor je lijf lopen. Ja. Wat gaat dat doen met jouw armen, met jouw benen? Ik niet. Totaal ongetraind. De 10 kilometer zit wel in de benen, neem ik aan. Ook niet. En bij jouw collega? Ja, hij er nog. Peter Jacobs heeft al geprobeerd om 10 kilometer met de kinderkop voor zijn neus te lopen. Hoe is dat bevallen, Peter? Prima. Dat viel prima. En de collega, andere collega die met de kinderkop gaat lopen is? Bart van Apen. En Bart heeft ook wel eens met de kinderkop gelopen? Ik heb hem nog nooit. Ook nog nooit, dat wordt een uitdaging. 10 kilometer hardlopers, ze starten als eerste. De 10 kilometer beladen met kinderkop, daarachter. De Emre 2014 gaat van start over 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Succes! Heel goed, hier is het keerpunt en succes met de tweede ronde van 5 kilometer. 6, 4. Inge Huibrechts met de Bonsonskrijg, de eerste vrouwelijke deelnemers met de Bonsons kinderkop. Geweldig! Inge Huibrechts, wat een geweldige prestatie. Handen naar elkaar! De eerste van de 10 kilometer volgens mij. Uitzicht! Dat loopt lekker op.